gefeliciteerd met je overwinning in deze tweede etappe van de Tour de Charente. Hoe verliep de sprint in de laatste 100 meter? Ja, gewoon perfect. Ik is perfect afgezet door het treintje van onze ploeg. Dat is echt ongelooflijk, een ongelooflijk gevoel. Dat was echt gewoon magnifiek. En dus eerst bij Tjanda die laatste rechte gelijn op de grote baan daar voor zijn rekening. Echt een knappe buurt. Dan nam Wagner het over. En Seppi was mijn laatste man. En Dennis zat er dan ook nog tussen zelf. Dus wat een mannetje is gewoon te veel op dat moment. Dat was echt ongelooflijk. Dat was iets wat ik nog niet heb meegemaakt. En ik ben super blij na al dat werk dat ik al in het voorjaar heb moeten doen voor andere jongens. Dat ik nu zelf eens mijn kans mocht gaan. En ik wil daarvoor iedereen bedanken dat me blijven steunen is. En ja, ik ben echt ontzettend blij. Dat zei je ploegleider inderdaad ook, dat je nu eindelijk de kans zou krijgen om het zelf af te kunnen maken. Dat was ook iets wat je wilde voordat je naar de Tour de Charente toe kwam? Ja, uiteraard. Ik was al heel seizoen bezig voor zelf eens een mooie sprinter. Maar ja, er waren andere jongens die eerder hun kans kregen en dat respecteerde ik. En ik heb altijd 100% gegeven voor die jongens en ik ben nu gewoon echt super blij dat ik zelf eens die kans mag gaan en dat ik het kan bewijzen dat ik het even af hoop weer kan. En ja, ik wil echt iedereen bedanken daarvoor, dat me blijven steunen. En vooral mijn vrouwtje ook thuis, die heeft niet makkelijk gehad met mij. Dus ja, en ik wil ze nog eens speciaal daarvoor ook bedanken. Perfect. Een enorme valpartij achter jullie, heb je daar iets van meegemaakt? Nee, daar heb ik niks van meegemaakt. Het is altijd spijtig natuurlijk dat gebeurt. Maar ja. Dat hoort er spijtig genoeg bij en ik heb er vorig jaar ook spijtig genoeg van moeten ik heb er veel bij gelegen bij die valpartijen en het is niet leuk en dat is gewoon super kut en ik heb een super kut gevoel naar het hotel dan en ja, je kunt er niks aan doen, het is nooit niet altijd rechtstreeks je fout, dus ja, spijtig genoeg hoort het erbij en het zal er nooit niet uitgaan denk ik, vrees ik. Jammer genoeg inderdaad, maar nu was het voor jou in ieder geval de overwinning. Gefeliciteerd nogmaals. Dank u wel, super bedankt. Dank u wel.